Traditiegetrouw nu al, op dag 2 doen wij om 7:15 het Radio NL letterspel. Betekent dat wij weer een opgave voor je klaar hebben staan. En daar komt een letter uit. Een artiest die wat voor ons heeft ingesproken, zegt niet zijn eigen naam. Dus de allereerste opgave is om de artiest te raden en daarna om te kijken welke letter hij of zij omschrijft. Toen de eerste letter van de titel van een liedje van mij. Dat begint met de zin: van kinds af aan waren wij steeds bij elkaar. Ik moet echt eventjes een telefoontje plegen. Niet naar iemand die meedoet met het letterspel, maar iemand die gisteren ook op de zender is geweest, op de radio is geweest. Stefan heeft deze beste man gebeld met de vraag of wij bij hem in de achtertuin zitten. Dus, en we zien gewoon lukraak bellen. Ik heb namelijk totaal nog geen berichtje gestuurd, wat dan ook. Dus het kan zijn dat hij nog op één oor ligt. Hallo, Jan. Jan, goedemorgen met Lars van de radio. Ja, ze hadden me een week al gebeld, jongen. Ik wil nou zeggen, gisteren hebben jij met Stefan gesproken. Ze zijn op zoek naar ons en ze denken dat we bij jou in de achtertuin zitten. Ik kan nog krachten, want ik keek naar buiten. Ik denk, nou, we zullen hier zitten, ook even kijken. Maar je bent altijd welkom, hè? Ja, nee, we weten dat we altijd welkom zijn. Maar er zijn nog steeds mensen die denken namelijk dat jij jokt op dit moment, Jan. Dat jij niet de waarheid vertelt. Oh, ik had hem graag hier gehad, joh. Had hem makkelijk gekregen en alles. Ja. Dit is de Radio NL Missing. We gaan een telefoontje plegen naar iemand die de opgave van het letterspel van vandaag heeft bestudeerd. En een letter in heeft gestuurd via onze app. Michel uit Enkhuizen is of het slachtoffer of de gelukkige vandaag. Hoi, goedemorgen jongen. Ja, goedemorgen. Wat dacht je? Laten we maar even overgaan. Ja, nou, ik moest even mijn werk niet doen, hè. Oh. Hey Michel, alles goed? Ja, prima jongen. Prima, zegt hij. De opgave van vandaag. Eens even kijken, wie zoeken wij en welke letter omschrijft diegene? We zoeken de eerste letter van de titel van een liedje van mij. Dat begint met de zin: van kinds af aan waren wij steeds bij elkaar. Nou, het was volgens mij wel duidelijk wie het is, hè, Michel? Jazeker. Wie zoeken we? Henk Weijgaard met als je gaat, moet je niet om huilen. Henk Weijgaard, als ik ga, moet je niet om huilen. Het antwoord is de A. Van als ik ga, moet je niet om huilen. Nou ja, zeg. Moet je niet om huilen. Hallo vriendjes. Ja. En vriendinnetjes. Dat Bastien Adriaan gevoel, dat overheerst hij wel. En voor mensen die dat dan niet weten, die denken we hebben een generatiekloof. Ja, Bastien Adriaan waren ook altijd op zoek naar de boeven. En daar ging ook een heel avontuur aan vooraf. En dat avontuur, dat beleven wij nu ook een soort van via de radio. In dit geval zijn Lars en ik dan de Baron en Vlugge Jaapie. En dan zijn jullie met z'n allen Bastien Adriaan om ons maar te vinden. Ja, hou het daar maar op. Waar gaan wij vandaag de luisteraar naartoe sturen? Jij zit misschien op dit moment te luisteren en je denkt: oh, als dit bij mij in de buurt is, dan ga ik racen. En dat is de tv-toren Lopik IJsselstein. Eigenlijk is het wat jij zegt: de grootste kerstboom van Nederland. En zo kent iedereen hem natuurlijk. Die toren. Het zou prachtig zijn als het weer in 10 minuten, 15 minuten klaar is, zeg maar. Aan de lijn hebben wij Robert. Robert, goedemorgen. Ja, Rob, heet ik. Goedemorgen. Oh, ja. Jij bent op de plaats van bestemming. Helemaal. Ja. Dat heb je nou heel vlot gedaan. Ja, zeker. Ik woon natuurlijk ook in IJsselstein, hè? Het is voor jou een thuiswedstrijdje. Ja, ik sta zelf op een sloffer. Op sloffer? Maar met de auto ernaartoe of gerend? Of ja, met de auto. Toen je de oproep hoorde, toen dacht je van ja, dit is gewoon mijn kans op deze dinsdag. Ja. Ik luister elke dag naar jullie, dus... Wat heb je gevonden? Nou, ik heb die telefoonnummer gevonden, hè? Ja. In de vlag. Allereerst een groot applaus, want je krijgt sowieso een Radio NL JBL Bluetooth speaker. Van harte gefeliciteerd. Oh, dankjewel. Hartstikke mooi. Prachtig. Maar achterop dat A4-formulier, wat staat daar? Ja, omschrijf even. Zijn het woorden? Is het een afbeelding? Nee, het is een plaatje. Het lijkt me een beetje op een voetbal of zo. Oké. Okay. Rode vlakken. Rode vlakken? Nee. Ja. Oké. Okay. Maar die prijzen moeten zich op gaan stapelen. Hoeveel zit er al in inmiddels? Wat kunnen we al winnen, als we jullie vinden? We hebben zojuist wat toe mogen voegen. Ja, okay. En ik voel het nog. Ik moet zeggen, misschien zelfs wel de zwaarste. Nou, laat het zien. Oh. Nou, laat het zien, zetten. Zo makkelijk gaat het ook weer niet, hè, zo. Oh. Heb je een tromgeroffeltje met z'n allen? Komt-ie. Ja! Toegevoegd aan de schatkamer. Kijk eens, daar is... Ach, nou, een nieuwe wasmachine, nee, mensen. Ja! Ja. Zo, de huur. Dat is een echte prijs. Hallo. De bedoeling is namelijk dat wij een provincie bekendmaken waar wij niet zitten. Mm-hmm. Als luisteraar heb je er ook nog wat aan, want als je namelijk een provincie instuurt, dan maak je kans op een Radio NL JBL Bluetooth speaker. Mits je dus goed hebt welke provincie wij gaan wegspelen en waar we dus niet in zitten. Dus je moet niet het goede antwoord in gaan sturen, want dan win je sowieso niks. Nou, kom op met die provincie die uitgespeeld wordt. Kijk je achter je?
Ja, ik kijk achter je. Dan zie je ons. Komt-ie. Hallo. Ja. Dag en zonderdeur. De landkaart. Flevoland. Dus ook niet in Flevoland. Nou, dus niet in Friesland en niet in Flevoland. Zijn we alweer een stukje verder. Ja, kijk Stefan, ik wil jou niet op een goed spoor zetten. Alleen, jullie hebben nu al 2 wazige foto's ontvangen. Maar daar hebben jullie nog helemaal niks mee gedaan. Waar hebben we die ontvangen? Ik heb geen idee. Wat, waar? Er staat nog sowieso 1 bij jou achter in de studio. Ja, dat weet ik. Maar dat... Nou, oh ja, er staat nog 1! Tweede... Ja! Oh, hallo! Ja, hallo! Maar dat maakt... Ik zie een gorilla. Dus jullie zijn in Apeldoorn. Oh, maar gasten, hier kunnen we niks mee. Hier kunnen we gewoon niks mee. Nee, dat denk je nu. Ja. Maar over, ik weet zeker, een aantal dagen... Ja, oké, wanneer... we moeten niet te veel daarover vragen. Oh, wacht! Ik zie het. Ik zie het opeens. Jij ziet het helemaal niet. Ja, ik zie het. Nee, want we zitten... Zutphen. Ik zie het. Vlijmen? Nee, Zutphen. Ik zie het. Ik zie wat het is. Jij ziet wat het is? Ja! Die ene, dat is een luchtfoto. Die andere zie ik ook, maar die ga ik niet verklappen. Want dan... Ik zie het. Okay. Ja. Ik weet waar jullie zijn. Ja. Teken en Lars die zijn vermist. En ze gaan nu vragen beantwoorden. Ze moeten nu vragen beantwoorden. En de eerste vraag die met ja wordt beantwoord... dat levert een Bluetooth radio op van niet zomaar even een merkje zo uit van Temu. Maar het is gewoon van JBL. Hey, we doen even een paar vragen. Zitten jullie in een camper? Zitten jullie in een camper? Nee. 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 Ze zijn jullie in Zaltbommel? Nee. 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 Konden jullie je vanmorgen... jullie je vanmorgen scheren? Hey. Wij konden ons vanmorgen... Kijk eens even. Kijk, zie je... Ziet er fris en fruitig uit, toch? Ja. Wij konden ons vanmorgen scheren. Ja. Dat was hartstikke goed te doen. Dit is een ja. Dit is een ja! Man, wat een kutvraag overin. Wat heb je daar dan aan? Wat heb je daar dan aan? Gekozen. Ik wil nog 1 ding van jullie weten. Nou. Waar eten jullie? In het, bij de studio wat wij nu zien op radionl.tv... of eten jullie in een andere ruimte? Wij kunnen hiernaast heel fatsoenlijk zitten. En is dat groot of is dat klein? Nou, ik moet mijn buik inhouden, maar dan moet ik op meer locaties. Hebben jullie bedden meegenomen van thuis of staan daar standaardbedden? Mensen, ik hoor net dat we richting de reclame gaan. Het was een gesloten Later mannen, succes daar. Bye. Oeh, ze worden bang. Ik heb 2 vermiste personen. Niet aan de telefoon, maar we hebben live verbinding met ze. Ze stonden vandaag levensgroot in het AD. Ja, dat zag ik, Ik heb nog nooit zo'n grote advertentie gezien. Allemachtig zeg. Ik ben benieuwd of hij daar ook bezorgd is. Dus als... Maar wacht eens even, als hij daar bezorgd is, dan weten we het adres. Oh. Nee, maar is daar niet bezorgd? Ja, het kan wel. Maar is er al iemand? Nee, hè? Ik moet steeds die vraag stellen. Ik lijkt me zo gaaf als iemand er gewoon binnenkomt. Dennery, die struikelt over jullie mengpaneel heen en die jullie grijpt. Dat is helemaal niet de bedoeling natuurlijk, dat ze jullie vastpakken. Maar uiteindelijk komt er iemand binnen. Uiteindelijk ongetwijfeld, ja. Ja, jullie doen daar vaag over, vind ik. Ik heb het al 3 keer gevraagd. Ja, maar wij weten ook niet dat scenario. Dat kennen wij niet. Ja, maar hoe komen ze überhaupt binnen? Is er een deur? Of is er glas? Zeggen ze niet. Hoe kunnen ze dat zien? Zeggen ze niet. Er is een deur. Ja, natuurlijk. Kijk eens! Ja. Je hebt een Bluetooth speaker hier wel. Nou, kijk eens aan. Jezus. Zal ik dat even vissen, jongens? Je kent al van die hotels met zo'n heel klein glaasje daar in de deur. Oh ja. Ja. Ja, daar zitten we de hele dag voor te loeren. Ja. Kiekeboe! Oh, maar wacht even. Nu heb je jezelf versproken, Lars van Dijk. Ja. Jullie zitten in de hotelkamer. Maar welke van 188 kamers? Stefan? Nee, we hebben iets uitgekregen. Er zit een dingetje in de deur waardoor ze kunnen kijken. Nou, wij pakken de regie even over. Want wij gaan even wat met jullie delen. Oh. Ik denk dat het daar wel tijd voor is. Ja. Wij krijgen een bericht van onze eenkoppige productie op dit moment. Er staat een nieuwe prijs klaar in de schatkamer. De kamer die wij beetje bij beetje kunnen en mogen aanvullen. Daar staat een prijs bij. Jongens, daar zeg je u tegen. Oh. Ja, ik zie nu hier in mijn ooghoek zie ik hem een klein beetje zo verschijnen. We kunnen hem gewoon live zetten op radio0.tv en dan is het aan jullie om te schreeuwen wat je ziet. Wat er is toegevoegd. Doe maar. Ik geef het aan jullie. In 3, 2, 1. In 1. Even voor de luisteraars. Oh, nee! Nee! Het is niet waar! Het is een pas!
wasmachine! Ja, die stond er al. Ja, die grapje. Ik zit te kijken. Man. Er is niks toegevoegd, jongens. Die speaker is nieuw. Kijk nou even goed. Die speaker is nieuw, Pipo's. Kom op. Ja, die speaker. Daar staat een speaker groter dan een wasmachine. En jullie zien hem over het hoofd. Een powerful bass boost. DWL party speaker. Kom op dan. Lopen jullie een beetje te fucken? Kom op. Het is een basspeaker! Ja! Ja! Machtig. En het toeval is, ik heb dezelfde thuis. Ik weet wat dat ding kost. Dat is echt niet normaal. En daar zijn je buren ook blij mee volgens ja, mij. Die gaat hard, jongen. Dat is een mooi ding, man. Waarom lach ik zo eigenlijk? Man. Ja, mooie prijs, mannen. Fantastisch. Dat mooi. Dacht ik. Bij deze toegevoegd. Veel plezier daar. Dat was hem ook. Hallo? Dat was hem. Ze zijn gewoon weg. Hoi. Maar wij willen nog even doorgaan op het hotel. Ja, zitten jullie op in een... Ze zijn weg, Stefan. Nee, maar... Ijdele hoop. Klaar. Ze zitten in een hotel. Ze zitten in een hotel. Vandaar op de achtergrond, radionl.tv. Daar zie je een lege kamer momenteel. Dat achtergrond daar, wat ik daar zie, is nep. Dat is een toneelvereniging decor, hebben ze meegenomen. Dat zou best kunnen. Maar weet je, ik zie een alles hint nu. Hè. Ik kijk eventjes daar helemaal rechts in beeld. Ja, daar zie je ook een bakje met eten met een vork erin of een lepel. Ja, dat zou dat wat kunnen zijn. Ja, dat is het. Je kunt er eten bestellen. Ja, dat kan overal. Wat? Het is weg. Houd toch op. Nou.